boom. Aflevering 134 van Vivo Valentine is zojuist gestart. En we hebben een heel bijzondere gast vandaag. Dat is namelijk niemand minder dan Wiebren van Haga. Jee, Wiebren, welkom. Nou, dankjewel. Wat ongelooflijk veel energie. Ja, ik probeer altijd energie. Ja. Ik zit het heel kan in slaap gevallen, hebben we heel gesprek. Maar nee, als we beginnen, dan is het haha, boom. Ja, nee, ik neem het meteen mee naar mijn eigen podcast met Jernas. Want Jernas valt natuurlijk continu in slaap. Dus, ja, dat kan niet. Dat kan niet. Dit op deze manier doen. Mensen moeten wakker worden, daarom inderdaad. Hey, laten we gelijk beginnen over het libertarisme. Wij hebben natuurlijk al zoveel gesprekken gehad over het libertarisme. En ik heb jou in een podcast, ik weet het nog goed, met Lange Frans ooit horen zeggen, ik ben een libertariër. Absoluut. En ik heb het toen gelijk naar Robert gestuurd. Ik zei, wow, er is nog een politicus, is libertariër. Robert was toen lijsttrekker van de LP. Hoe ervaar je het om als libertariër in Den Haag rond te lopen, in de Tweede Kamer te staan? En dat zijn twee werelden die heel erg botsen, lijkt me. Ja, nou ja, sindsdien heb ik ook Twan Manders ontmoet, hè, die ook een tijd lijsttrekker is geweest van de Libertarische Partij. Mm-hmm. En nu merk ik wel dat ik ben niet zo'n 100% libertariër als Twan Manders. Want ja, ik ben niet tegen iedere vorm van overheid. Ik vind dat we sommige dingen wel samen moeten doen. Ik vind het wel prettig dat er wegen zijn. En, de wegen? Ja. De classic. De classic. Dat is de libertarische, hoe noem je dat? Een soort van het cliché van wie bouwt dan de wegen? Het tegenargument als je zegt dat je libertariër bent en geen overheid wil zien, dan is het van wie bouwt dan de wegen? Ja, wegen. Ik vind het ook fijn dat er een ziekenhuis gebouwd wordt. Ik vind nog steeds dat binnen het ziekenhuis mag je gewoon ondernemen en mag een arts gewoon zijn eigen prijs bepalen. Maar het is wel fijn dat er een beetje over nagedacht wordt. Van nou, wat kunnen we dan wel het beste samen doen? Ja. Alleen dat moet je dan weer. Je moet er heel erg mee op gaan passen of je dat gaat opleggen. Nee, dat hele sociale contract dat iedereen nu bejubelt. Ja. Dat zit er bij mij niet in. Nee. Nee, want dat contract, nou heb ik zoiets van, als er een contract is, dan wil ik graag zelf mijn handtekening eronder zetten. Exact. En dat voor me bepaald wordt, dat is toch geen contract? Nee, we hebben nooit iets getekend toen we geboren werden. Dus dat is ook Twan zijn grote speerpunt. Van ja, het is toch heel raar dat er iemand je huis komt binnenrennen en met geweld alles gaat afpakken als je niet je houdt aan een contract dat je nooit hebt getekend. Hè? Waarom zou ik een huis kopen, alles afbetalen, nergens gebruik van maken? Ik heb een septic tank in de tuin, ik heb een zonnepaneel op mijn dak, ik doe niet mee. Ja. En dan toch moet je nog onroerende zaakbelasting betalen. Ja, ik vind dat raar. Je moet een opt-out hebben, minimaal. Exact. Wat ik zo interessant vind, is dat ik ervaar het libertarisme als iets wat een beetje niche is. Hè? Wat eigenlijk heel veel Nederlanders in hun DNA hebben zitten, maar zich niet realiseren dat ze eigenlijk libertariër zijn. Pas als je over concrete voorbeelden gaat praten, dan heb je zoiets van, en dan krijg je vaak nog tegenwerpingen van, inderdaad, wie bouwt dan de wegen? Hoe zit het dan met defensie en de politie? En hoe wordt dat dan georganiseerd? Dan krijg je dat soort dingen. Maar ja, je hebt daar een overheid voor nodig. Maar het feit dat je collectief iets regelt, dat wil niet zeggen dat het een overheid is. Ik bedoel, jij geeft altijd het voorbeeld van de vereniging van eigenaren van een groep woningen. Nou, die kunnen ook prima met elkaar van alles en nog wat regelen. Daar heb je geen overheid voor nodig. Nee, maar dat is toch ook zo. Dat is, hoe meer je gewoon collectief kan regelen doordat je instemt, bijvoorbeeld in zo'n vereniging van eigenaren. Alleen bij een krijgsmacht wordt het wel een beetje lastig, denk ik. En dan. Waarom? Nou, omdat het een professionele krijgsmacht moet zijn. Daar moet geld aan betaald worden. Je zou natuurlijk kunnen vragen, jongens, we worden belaagd vanuit het noorden, het zuiden en het oosten. En straks komen de hunnen weer. En wie wil er meedoen? En leg allemaal wat in. En dan gaan we daar een krijgsmacht van optuigen. Dat kan. Ja. Dan is het een vrijwillige bijdrage aan de krijgsmacht. Mm-hmm. En hoe groter de dreiging wordt, hoe meer iedereen gaat bijdragen. Dat is zo. Maar op een gegeven moment denk ik dat wel geïnstitutionaliseerd wordt. En je iets van een regelmatige bijdrage moet hebben. Anders krijg je, nou precies eigenlijk wat de overheid heeft gedaan, vlak voor de oorlog, Tweede Wereldoorlog, had je het gebroken geweertje. En toen droegen we niets meer bij. En de overheid was allemaal linkse hobby's aan het uithalen. En we hadden geen leger meer. En toen konden we ons niet verdedigen. En dat is eigenlijk precies dezelfde situatie als waarin we zaten voor, nu nog steeds, maar voor de Oekraïneoorlog. Ja. Op een gegeven moment, de staat is natuurlijk volslagen incompetent. Wordt bevolkt door incompetente mensen.
Sterker nog, dat wordt ook gecultiveerd. En dan krijg je ook een situatie waarin de dreiging groot wordt en je geen leger hebt. Ja. Dus het is niet alleen het leger hoor, waar dat zich op manifesteert. Je ziet natuurlijk een Keizer Ollengren is natuurlijk een fantastisch voorbeeld, hè, van een incompetent iemand die dan minister van Defensie wordt en daar niets van bakt. Mm-hmm. Maar je ziet het op alle departementen. En Rob Jetten die de energietransitie moet gaan vormgeven. Of die nou moet gebeuren of niet. Hè. Die nooit iets met energie gedaan heeft in zijn leven. Nog nooit, nee. Nee. Christiane van der Wal, die de hele stikstofpsychose aan het uitvoeren is. Terwijl ze de chemische formule van stikstof niet kent. En niet eens weet wat het is eigenlijk. Nee, en, nou dat geeft ze ook toe. Hè. In debatten zegt ze ook, ja, ik heb eigenlijk geen idee waar dit over gaat. Maar ik heb een taak. Ja, ik heb een taak en 50% reductie in dit en dit jaartal. En ja. Dat is, dus die volslagen incompetentie, dat is exemplarisch voor de overheid. Maar is dat dan geen argument om te zeggen, de overheid moet zich nergens mee bemoeien? Ja, ik vind het toch fijn. Ja, misschien is dat slecht hoor. Misschien heb ik daar te weinig over nagedacht. Maar ik vind het toch fijn dat bepaalde dingen concreet zijn en doorlopen. Dus dat je een ministerie van Verkeer en Waterstaat hebt, waar bij voorkeur dan een aantal mensen zijn die geen risico willen nemen en die ambtenaar willen zijn, maar wel ingenieur zijn. En zegt, nou, weet je wat, als je Nederland zo ziet, nou, dan willen we toch een A4 en een A1 en een A2. En willen we die A4 doortrekken. Want ik denk dat als mensen in Amsterdam moeten gaan bepalen wat er in Maastricht moet gebeuren met de wegen, dan interesseert ze dat niet. Dus dan is die belangen die worden dan anders afgewogen. En, nou, ik ben dan misschien dat mijn technocratische instelling dan iets weg eet, een klein beetje, een paar procent van het libertarisme. Ik vind het zo interessant, want wat ik je eigenlijk hoor zeggen is, waar we het ook voorafgaand aan deze podcast eventjes kort over hadden, is dat mensen, zeker mensen in Nederland, zitten gevangen in een soort idee dat de overheid er is om hun te helpen. Of de overheid in ieder geval in staat is om problemen op te lossen of te managen. En het bizarre is dat je, wat ik gemerkt heb door de jaren heen, van als je erop gaat inzoomen wat die oplossingen nou precies zijn, dan is het alleen maar ontzettend duur en het zijn nooit echt oplossingen. Het zijn alleen maar, het wordt verkocht als een oplossing, maar het is nooit echt een oplossing. Nee, maar zo is het natuurlijk helemaal. Ik had het er onderweg hier naartoe met mijn beleidsmedewerker Fala van den Bomen over. Dat ja, die conditionering door de staat is zo geraffineerd dat je denkt dat het goed gaat. Dat je denkt dat je vrij bent. Dat je denkt dat we goed onderwijs krijgen. Dat je denkt dat wij de beste gezondheidszorg hebben in de wereld. En als je Nederlanders ook spreekt, hè, die nog nooit in het buitenland zijn geweest, die vinden dat ook echt. Ja. Zeggen, ja, maar wij leven in een prachtig land en is het beter dan waar dan ook. En hè, we zijn vrij. En dan en onze gezondheidszorg, hè, dat is vaak een marker. Ja, die is beter dan waar dan ook. Staat in de top 10 van alle lijstjes. Ja, valt wel mee. Ja, ik heb in Oman gewoond. En Oman wordt gezien als een derde wereldland. Nou, de ziekenhuizen zijn van marmer. Je wordt bij de ingang word je verwelkomd door de specialist. En die zegt, goh, mevrouw, ik ben zwanger. We gaan eerst even naar de scan. En dan gaan we daar. En ik loop met u mee. En binnen een uur sta je buiten. En het is subliem. Ja. En wij zijn geconditioneerd van, nou, het is hier echt fantastisch. En op die manier houdt de staat, de overheid houdt ons in de greep en we verliezen het idee dat gewoon een groepje netwerk corrupte ambtenaren zijn. Ja, hoe zit het met dit idee eigenlijk uitdragen? Want ik kan me dus voorstellen, of tenminste wat ik zie, als ik kijk naar het debat in de Tweede Kamer of ik zie beelden voorbij komen, dan heb ik het idee dat er zijn een aantal onderwerpen die worden heel erg gepresenteerd als van hier gaat het om. Dus nu zie je dan, ik weet niet, ik zie mijn YouTube tijdlijn staat vol met allemaal op één debatten tussen allerlei lijsttrekkers. Ja. En dan is het van, het gaat over klimaat, het gaat over immigratie, het gaat over weet ik van, nog 2-3 onderwerpen en dat was het dan. En wat ik heel erg mis is dat ik hoor het jou zeggen over, over belasting bijvoorbeeld. Dat belastingdiefstal is. Ja. Wat een onderwerp is wat heel erg buiten het zogenaamde Overton window ligt. Dat mag je niet echt bespreken in Nederland. Dat, tenminste, als je het mag natuurlijk wel. Maar als je dat zegt, dan hebben mensen al zoiets van, oh, wat is dit voor een extreem idee. Nou, sterker nog, in de plenaire zaal werd men de mond gesnoerd door Vera Bergkamp. Ja, uiteindelijk bood ze daar voor haar excuses aan. Mm-hmm. En het was ook iets dat ik gejat had natuurlijk van Twan Manders. Uh-huh. Want ja, belasting, ja, kijk, als je met z'n allen afspreekt, dan kan het nog best wel gerechtvaardigd zijn. Maar als je een totaal immorele overheid hebt die het aan de meest bizarre onzin uitgeeft, die contraproductief werken, niet effectief zijn,
Ja, dan is het wel heel raar dat je dat niet diefstal kan noemen. Dan vind ik dat ook echt diefstal. Ja. Want dat was de reden waarom ze je de mond snoerde? Waarom was dat? Nou, er kwam natuurlijk weer iemand van GroenLinks of de Partij van de Arbeid naar voren en zegt, nou, dit mag echt niet gezegd worden. Dit is echt, want we doen hele goede dingen. Maar ja, dat is precies die conditionering. En uiteindelijk vond Vera het ook terecht dat het wel gezegd kon worden. Hè. Dus ze nam dat terug. Maar het feit dat zo gevoelig ligt... Dat is krankzinnig. Ja, maar het laat wel zien dat de collectivistische kant van de samenleving, die dus iedereen gelijk wil hebben en iedereen even slechte kansen wil geven en iedereen even slecht onderwijs en zorg wil geven en nee, de middelmatigheid tot een trouvaille verheft. Ja, dat is het. Dat die zich heel erg goed bewust is van het feit dat er ook mensen zijn, het is maar helaas een heel klein percentage, die principieel dat vrijheidsideaal probeert te bevechten. En dat zijn dan de libertariërs, ook wel de liberalen. En dus die hebben dat heel erg goed door. En ze bestrijden dat te vuur en te zwaard. Want, oh jee, als die conditionering opeens weggaat, ja. dan zou het best wel kunnen zijn dat die 10% die Matthias de Smet in zijn boek de psychologie van het totalitarisme. Ja. Hij benoemt daar die 10%. En dat zijn die 10%, dat zijn wij, zeg maar. Hè. Maar het is een heel klein percentage van mensen die toch een beetje een autoriteitsprobleem hebben, die de overheid niet vertrouwen, die altijd een beetje een moeilijk gevoel hebben. Hè. Dat hadden ze waarschijnlijk bij hun ouders al, bij docenten. Ik weet niet of jullie van school zijn gestuurd. Ik wel. Ik heb heel veel scholen gezien in Amsterdam. Nee, maar ja, en die mensen zijn altijd op hun hoede. Ja. En die doorzien ook, als een Hugo de Jonge gaat zeggen, jongens, we gaan het samen doen. Ja. Ja, dan krijgt die 10%, die krijgt jeuk en schimmel en afkeer. En ja. Die denkt van, jongen, helemaal niks samen doen. Ik bepaal het zelf wel of ik om 9 uur binnen wil blijven of niet. Of dat mijn kind naar school gaat die helemaal niets van corona heeft. Of dat ik mijn winkel dicht moet doen, omdat Hugo de Jong zegt, nee, maar het is niet een essentiële winkel. Ja. Ja. Dat de McDonald's open is en de sportschool dicht is. Ja, ja, en je wel niet naar de kapper mag, maar wel naar de hoeren. Ja. Voorkomen jullie, ja, ik vind het allemaal prima, maar... Nou, dan weet je waar de prioriteiten van Hugo de Jong liggen. Ja, precies. Nou, volgens mij heeft hij echt geen idee. Nee. Nee, maar kijk, dat is de grote vraag natuurlijk bij een uit de hand gelopen overheid altijd. Is het kwaadaardigheid of is het stupiditeit? Ja, heel vaak over. Wat is het? Ja. Nou, ik dwing mezelf om vaak te denken, het is gewoon stupiditeit. Absolute domheid. Mensen maar er weten zit toch beter. Een kern van kwaadaardigheid? Natuurlijk. Op een gegeven moment is het niet meer te houden. Ja. Ik heb met name dat gevoel bij die supranationale organisaties, World Economic Forum, de World Health Organization. Ja. Als je die SDG's ziet en je ziet dat uitgerold worden en je ziet zo'n soort Blofeld-achtige villain uit een James Bond film, zie je zeggen, we have infiltrated all the government. Ja, en Mark Rutte is a young global leader. Ja, ja, dan denk ik, dit is echt een gecoördineerde aanval op onze vrijheid. Nou, en hij is daar al heel lang mee bezig. Ik denk dat weinig mensen realiseren dat dit al in de jaren 70 begonnen is. Hij is door Kissinger natuurlijk door Harvard heen geloodst. En Kissinger heeft hem verteld van dat Young Global Leader programma, dat bestond al, dat heette anders toen. En hij is dat gaan, volgende week gaan we hier een uitgebreide, het soort rabbit hole waar ik ingedoken ben, gaan we een podcast over opnemen. Maar de link tussen de World Economic Forum, Henry Kissinger en de Club van Rome, hoe dat samenkomt eigenlijk om ons monetair systeem te redden, is fascinerend. En ja. Al die dingen lijken random, hè? Want dan krijg je dat van, is het domheid of is het, weet je, waarom moeten we in godsnaam, wat is 2030, waar komt dat vandaan? Waarom is dat een agenda 2030 opeens? Nou, waar komt het vandaan? Dat komt uit de Club van Rome. Daar zit een onderzoeker, Meadows heet hij. Pieter Meadows volgens mij. En die heeft een boek geschreven voor de Club van Rome. Dat heet Limits to Growth. En dat was in 1972 is dat uitgekomen. En daarin voorspelt hij dat in het jaar... Ik ben nu eigenlijk hele aflevering volgende week aan het wachten. Maar dat in het jaar 2030... dat eigenlijk onze hele samenleving in elkaar gaat klappen.
vanwege milieuvervuiling. En nou goed, hij heeft nog een aantal punten. Maar in ieder geval, bevolkingsgroei leidt tot milieuvervuiling. En dat leidt tot een soort implosie van de samenleving. Totaal weerlegd. Maar hij heeft samen met een computerwetenschapper aan MIT, Massachusetts Institute of Technology, heeft hij een model gebouwd. Dat heet het World Model. Hmm. En je hebt de World 1, World 2 en World 3. En World 3 was uiteindelijk zijn claim to fame. En daar is Limits to Growth op gebaseerd. Dan moet je voorstellen, het was in de jaren 70. Dat was ontzettend basis. Maar hij zei van ja, er zitten zoveel informatie zit er in dat systeem, in dat model, dat kan de toekomst voorspellen. En de neoclassieke economen die zijn ontzettend gevoelig voor het idee dat je de toekomst kunt voorspellen. Libertariërs haten het. Wij zijn Oostenrijkers van de Oostenrijkse monetaire filosofie. En we geloven dat een mens een vindingrijk wezen is en niet per se zich de toekomst laat voorspellen. Want de omstandigheden veranderen en de mens past zich aan. Niet een model dat te vangen is. En daarom werken die modellen niet. Dat zien we dus in de praktijk ook heel erg. Maar dat begon bij het eerste model. En dat model voorspelde dus in 2030 komt alles op zijn eind. En toen Obama in 2008 besloot om de bankensector overeind te houden, toen is hij naar de centrale bank, naar de Fed is hij gestapt. Zich van luister, het is allemaal leuk en aardig. Ik ga nu je geldprinter aanzetten om jullie problemen op te lossen, maar ik wil een oplossing. En die oplossing is uiteindelijk geformuleerd door de Bank of International Settlements. En die heeft een aantal dingen samengevoegd. Dus milieuvervuiling is verdwenen. Daar is klimaatverandering voor in de plaats gekomen. Ja. Waarom? Dan kun je CO2 gebruiken als onderpand voor een nieuw monetair systeem. Ja. En dit is waar zowel domheid als kwaadaardigheid eigenlijk geen rol meer spelen. Het is heel koud gecalculeerd principe. Als we, tenminste dat is hun idee, ik geloof dat het dan niet in, maar als je dus een nieuw monetair systeem wil opbouwen, te midden van een collapse van een voorgaand systeem, dan heb je dus een periode van chaos, a more angry world, zoals Klaus Schwab het verwoord. En dat kun je alleen maar managen door een soort totalitair systeem uit te rollen. En daar komt die 2030 agenda vandaan. En daarom denk ik ook dat het, daarom praten we, weet je, binnen die Overton, die onderwerpen die besproken worden of die op de verkieslijst staan. Het zijn allemaal de onderwerpen die, het maakt niet uit of je de ene kant kiest of de andere kant kiest, maar ze leiden allemaal in diezelfde fuik. Maar wat je niet hoort van wat is de rol van geld bijvoorbeeld, weet je, waarom hebben wij afgelopen jaar 10% officieel inflatie gehad en misschien wel 50-60% onofficieel? Waar komt dat vandaan? Hoe komt dat? En dat vind ik zo interessant, dat het bij het debat eigenlijk niet naar voren kwam. En daarom vind ik het zo geweldig dat je Bitcoin in je verkiezingsprogramma hebt genomen. Want dat is het hele antwoord op die vraag namelijk. Het zijn de twee grote systemen, de neoclassieke economen, die een systeem voor ogen hebben wat head-on botst zometeen met het idee van de Oostenrijkse monetaire filosofie. En dat is Bitcoin. Dat is namelijk dat we creatieve, vindingrijke mensen zijn die in staat zijn om in te spelen op de omstandigheden. Het ene, het neoclassieke systeem, betekent totale controle, want anders lukt het niet. Anders kun je mensen niet dwingen om hun energieverbruik als onderpand voor een nieuw monetair systeem te gebruiken. En het Oostenrijkse idee is dus van nee, we gaan iets anders doen. We gaan totale vrijheid gaan we voorsorteren. Maar hoe kan het nou dat, hè, wij zijn het allemaal, alle drie met elkaar eens. Hè? Dit hele CO2-verhaal is bullshit. Ja. Klimaatverandering hebben nou in het beste geval nauwelijks invloed op. Exact, hoe kan het nou zo zijn dat dat hele CO2, om dat als onderpand te geven en daar een heel groot businessmodel van te maken voor die totalitaire staat. Hoe kan het nou zijn dat iedereen daarin meegaat? De modellen. Die modellen zijn zo krachtig. Ja, maar die modellen worden elke keer onderuit gehaald. Of het nou het RIVM-model is. Er komt elke keer wel weer een gepensioneerde hoogleraar die het toch niet uitmaakt dat hij wordt gecanceld. En die zegt, ja, sorry, weet je wat, het is 0,04%. En daarvan hebben we 3% hebben we invloed op. Het is niks. Zelfs een Rob Jetten die dan zegt, ja, we gaan 28 miljard uitgeven en daarmee gaan we 0,000036 graad minder opwarmen in de komende jaren. Iedereen lacht hem uit. Ja. En heel Nederland denkt van, dit is absurd. Daar gaat mijn belastinggeld onder. Ja. Waarom blijven mensen dan toch stemmen op mensen die deze idiotie verspreiden? Ja, ik denk eerlijk dat ik zat er letterlijk vanochtend nog over na te denken. Want ik heb bijvoorbeeld, ik heb in mijn familie mensen die echt gedoodverfde VVD-stemmers zijn. Dat nog steeds. Nog steeds, ja. En dat je afvraagt van hoe komt het? En wat je ziet is dat ze behoren tot de klassieke middenklasse. En
dit heeft altijd gewerkt voor ze. Dus het is die zogenaamde recency bias. Dus wat er in het korte geschiedenis is gebeurd, dat gebruiken ze als handvat. Ik bedoel, we hebben zo ontzettend veel geld gecreëerd na 1971. Mensen zijn zo rijk geworden. We hebben, ik zeg we, ik was er niet bij, maar de maatschappij heeft ervoor gekozen, met name mensen die bij de banken werken, die hebben gezegd van we gaan nu ontzettend rijk worden. Ja, maar is het dan niet gewoon een soort... soort situatie die altijd optreedt als je heel erg lang, een aantal decennia, een totaal decadente samenleving hebt, ja, die gigantisch rijk wordt. En wij zijn nog een beetje geholpen natuurlijk door het gas uit Groningen. Ja. Dat honderden miljarden heeft opgeleverd die gewoon weggegooid zijn, maar wel in het systeem terecht zijn gekomen. Ja. En dan na zo'n decadente periode vindt altijd de ondergang van het avondland plaats. Nou, en daar zitten we nu middenin. En dat leidt tot een voedingsbodem voor al die collectivistische gekkies. Ja. Die het prachtig vinden om het voor iedereen even slecht te maken. En dan krijg je inderdaad die strijd om vermogensongelijkheid te bestrijden. Kansenongelijkheid. Dat is, ja. Kansenongelijkheid is wat mij betreft ook zo'n communistische insteek. Waarbij het heel erg goed lijkt. Ja. Het lijkt alsof de staat iets goeds gaat doen. We gaan kansongelijkheid bestrijden. Want mensen in Osdorp hebben minder kans dan in Amsterdam-Zuid. Uh-huh. Maar wat bedoelen ze? En wat is het netto effect? Het wordt voor iedereen even slecht. Niemand krijgt een kans meer. Behalve die bestuurlijke elite. En dat vind ik ook zo grappig. Hè? Ze hebben het de hele tijd over die steenrijke elite. Nou, ik snap Bill Gates en zo. Dat zijn allemaal enge mensen. En is een steenrijke elite. Maar daar gaat het natuurlijk bij ons helemaal niet om. Het gaat erom dat we hadden een kapitalistische samenleving. Ja. Die goed functioneerde en waarbij iedereen van een dubbeltje een kwartje kon worden. Hè, want je ging gewoon naar de basisschool en naar de middelbare school. En kan je studeren, dat kon allemaal. Iedereen kon dat doen, op wat voor milieu je ook uitkomt. Dat was een kapitalistische, functionerende samenleving. En de omslag die nu plaatsvindt, is dat de bestuurlijke elite, de pennenlikkers, de bureaucraten, de topambtenaren, hè, niet de gewone ambtenaren die politieagent zijn of militair of docent, maar de topambtenaren, de bestuurlijke elite, die heeft de macht gegrepen. En dat leidt tot een situatie waarin zij zeggen, ja, oké, maar dan moeten we ook onze macht beschermen. Dus dan moet het ook kansenongelijkheid bestreden worden, vermogensongelijkheid. En waar zit dan de macht? Nou, niet meer zozeer bij kapitaal, want het maakt ze helemaal niet uit dat je een boot kan kopen of zo. Mm-hmm. Nee, dat heeft gewoon te maken met macht. En dat is precies hetzelfde als wat je in de Sovjet-Unie zag. Ja. Daar had ook niemand wat. Ja. Alleen sommige bestuurlijke machthebbers hadden wel de beschikking over grote vakantiehuizen bij de Zwarte Zee, grote jachten. Er was geen kapitalistisch eigendomsrecht, want niemand bezat wat. Maar ze hadden wel de beschikking. Denk je niet dat het uiteindelijk dat ook... Dus weet je, we hebben in die jaren, die decennia van geldcreatie, natuurlijk een gigantische middenklasse gecreëerd. Die middenklasse die zorgt voor stabiliteit. Die zorgt voor... die gaat eigenlijk extremisten tegen. Of extremen gaat het tegen. En die middenklasse is nu... Die ligt onder vuur. Die wordt gesloopt waar we bij staan. Die middenklasse was heel erg machtig geworden. En dat waren allemaal mensen zoals wij. Die gewoon lekker, hè, vrije jongens en meisjes. Je start een onderneming. Je verdient wat geld. Je doet wat je wil. En je hebt maling aan wat de bestuurlijke elite in Den Haag zegt. Exact. Maar denk je niet dat als die middenklasse wegvalt, dat je automatisch meer extreme in de dialoog krijgt? Natuurlijk. En dat is wat we zien gebeuren. Dus dat je aan de ene kant soort van... Het maakt eigenlijk niet meer uit wat het onderwerp is. Maar er is wel een vlag in je Twitter-profiel voor ontworpen. of een demonstratie daarvoor. Het maakt niet meer uit. Maar iedereen staat nu blijkbaar voor iets. En moet blijkbaar een activist zijn op een of andere manier. Terwijl de middenklasse was juist niet activistisch. Dat waren juist mensen die hadden zoiets van... Ik geloof het wel, ik ga gewoon hard werken. En dan kan ik mijn uitbouw betalen. Weet ik veel, een nieuwe auto worden. En wat er nog bij is gekomen is dat er nu ook nog actief vanuit de overheid, ja, vanuit een soort ministerie van waarheid, het niet-overheidsnarratief wordt bestreden. Mm. Ja. En Kajsa Ollengren, die daar gewoon echt open over is, van joh, nee, nepnieuws, dat gaan we bestreden. En wij bepalen wat nepnieuws is. En alles wat niet in lijn is met wat wij zeggen als overheid, dat definiëren we als nepnieuws. En dan word je gecanceld. En die lijntjes waren natuurlijk heel direct in de coronatijd. Ja. Terwijl achteraf was alles wat de overheid riep, was ongeveer nepnieuws. Het mooiste voorbeeld was natuurlijk een Hugo de Jonge. Mm-hmm. Met als je je vaccineert, dan ben je voor je leven lang ben je beschermd. Je kunt het niet overdragen. En over de vaccinatieschade of de bijwerkingen kan ik kort zijn. Die zijn er namelijk niet. Ja. En wat blijkt? Nou, je bent 3 maanden misschien een beetje beschermd.
Het helpt alleen als je al 93 bent, je hebt kanker, je bent aan het overlijden. Ja. Hè, dan kan je het ietsje verlengen. En dan je kunt nog steeds anderen besmetten. En de bijwerkingen zijn gigantisch. Nog nooit zoveel bijwerkingen gehad bij een zogenaamd vaccin. Want het was natuurlijk helemaal geen traditioneel vaccin. Dus die nepnieuwsbestrijding, ja, dat is Orwelliaans. Ja. En toen ik 1984 voor het eerst las, dan dacht ik, dit gaan we echt nooit meemaken. Ja. En ja, ik zag net bij jullie intro van 1984 is nu. Ja. Ja, dit is toch heel gek dat je denkt dat dit niet meer kan gebeuren. En dat zelfs een partij zoals D66, die toch heel voortvarend en vrijheidsstrevend begon. Tijd van Mierlo bedoel je? Hans van Mierlo is natuurlijk een fantastische kerel. De democratie moet terug naar de gewone mensen. Laag in de bevolking, gekozen burgemeester, referendum en niet die bestuurlijke elite. Ja. En nu is D66 de apotheose van de Orwelliaanse totalitaire dictatuur. Maar de VVD toch exact hetzelfde? Daar is niks liberaals meer aan. Absoluut, ja. Ik ben 38 jaar lid geweest van de VVD. Op mijn 10e ben ik samen met mijn moeder gaan folderen. Mijn moeder is Engels, dus die vond het fantastisch dat er echt een klassiek liberale partij was. Ik ben daar echt door geïndoctrineerd. Hè. Vrijheid is alles bepalend. En voor de Anglo-Saxische cultuur is vrijheid natuurlijk ook veel... zit veel meer in hun vezels. ik weet niet helemaal waarom, maar ze hebben... zowel de Amerikanen als de Britten hebben toch veel meer het idee van... joh, my house is my castle. En als je op mijn erf komt, dan schiet ik je er gewoon ervan af. Dat was in Nederland ook zo na de 80-jarige oorlog. Toen hadden wij dat. Wist je dat de grondwet van de Republiek van de Zeven Provinciën als model heeft gediend voor de Amerikaanse grondwet? Ja. Dat is het feit. Wij hadden zo'n harde geldstandaard na de 80-jarige oorlog. We hadden hier de Amsterdamse Wisselbank en er werkten maar liefst 5 accountants. Dat was ongekend voor die tijd. En daarom is de gulden zo sterk geworden. Maar hoe kan het dat we... Dat vrijheidsideaal, dat streven naar vrijheid, zijn kwijtgeraakt. En dat we dat hebben opgeofferd voor een soort collectivistische beleving van... nou, we moeten alles samen doen en dragen mondkapje voor de ander. Het is politiek. Het is omdat die koningshuizen terugkwamen. We waren een bedreiging voor de Europese koningshuizen... omdat we zo succesvol waren als republiek. En dat is het. Maar goed, laten we eerlijk wezen, ook de VOC en corruptie heeft zijn intrede gedaan. Ik was laatst bij Batavia-stad, daar ligt dan de Batavia. En er werken allemaal vrijwilligers in dat museum. En die vertellen niks lievers dan hoe de economie werkte van zo'n schip bijvoorbeeld. Ja. En dat de VOC maar 80 jaar winst heeft gemaakt. En eigenlijk 100 jaar verlies heeft gemaakt. En dat heeft geleid tot alle excessen die er waren. Maar het was natuurlijk, het was corruptie. Het was concurrentie van andere landen die trucje gingen nadoen. En toen is het afgebrokkeld. En omdat het niet een echte stevige organisatie was. Die in die zin slagvaardig was. Hebben we het gewoon afgelegd tegen die koningshuizen. Helaas. Ja, maar corruptie is ook weer zo'n woord. Hè? Dat, net zoals integriteit, waar we misschien straks over kunnen hebben. Maar corruptie... Nederland pretendeert een land te zijn zonder corruptie. Nou, er is volgens mij geen mens dat niet af en toe iets fout doet of niet helemaal integer is. Maar netwerkcorruptie is blijkbaar geen corruptie. En wij zijn toch een land met een ongelooflijke hoeveelheid netwerkcorruptie. We hebben 150 Kamerleden, maar die zijn samengeklonterd in partijen. En dat partijkartel, dat is natuurlijk een vorm van corruptie. Die spelen elkaar baantjes toe. Al die burgemeesters, het CDA heeft honderden burgemeesters. Nou, die zijn, als CDA nu verdwijnt, zijn die in paniek. Ja. Want hun hele netwerk corrupte systeempje, dat gaat verdwijnen. En dat doemt weer ergens anders op bij BBB of NSC. Maar is dat niet gewoon menselijk? Dat zit toch in de mens? Ja, is het niet gewoon menselijk? En hoe wil je het aanpakken als je nog steeds uitgaat van die overheid? Want is dat niet inherent ook weer aan hoe we de samenleving hebben georganiseerd rondom die overheid? Ja, daar heb je gelijk in, denk ik. En wat is dan de oplossing? Als we zeggen netwerkcorruptie is menselijk, dat betekent dus dat je, als je een bepaalde functie krijgt, dat het acceptabel is of oké is om vriendjes erbij te halen en die functies te geven, ook al zijn ze niet de meest competente. Ja, ik vind dat slecht en we noemen dat netwerkcorruptie. Ik vind gewoon technisch gezien niet de beste oplossing. Maar het gebeurt in het bedrijfsleven ook. Ik bedoel, als je iemand zoekt, gaat het ook vaak via. En dat is wat ik bedoel, dat het menselijk is. Maar daar wordt wel op kwaliteit geselecteerd. En als je
je targets niet haalt, dan vlieg je er gewoon uit. In de politiek of in het Nederlandse landsbestuur. Ja, je kunt volslagen incompetent zijn en je zit gewoon 4 jaar op een post. En de ambtenaren die geven jou wat briefjes, die lees je voor. En dan zeg je, ja, ik ben een goede bestuurder. Ik weet, ja. Weliswaar inhoudelijk volslagen idioot, maar... En dat kan in het bedrijfsleven niet. Dat is, tenminste, ja, jullie zijn waarschijnlijk ook ondernemer. Als ik een timmerman nodig heb, dan zoek ik toch iemand die kan timmeren. En dan ga ik niet een vriendje zoeken die goed is in bloemschikken. Ja. Nee, maar je zet het wel uit via je eigen netwerk. Dus ik zoek een timmerman die ik dan ken. Ja, nee, natuurlijk. En dat is natuurlijk heel menselijk dat je mensen zoekt die ergens dichtbij je staan. Maar daar is toch niks mis mee? Nee, precies. Maar ik denk dat de reden is van netwerkcorruptie. Dat het uit een menselijk logica komt. En dat je het volgens mij zo ook alleen maar kan oplossen door heel veel van die overheid af te schaffen. Dus ik ben ook benieuwd, misschien, waar ligt voor jou die scheidslijn? Wat moet de overheid nog wel doen en wat moet de overheid niet meer doen? Want je zegt, ik ben libertariër, maar tot een bepaalde hoogte. Dus dat betekent dat je ergens een grens trekt waar je wel nog wil dat ambtenaren zich mee bemoeien en andere plekken weer niet. Ja, nou is een beetje die nachtwakerstaat, hè? Gewoon een zo klein mogelijke overheid waarbij de dingen die we... Die als we die niet samen doen, dan loopt het in het honderd, zoals de wegen. Ik denk ziekenhuizen ook. Tom Anders is dat niet met mij eens, want die zegt dat kan allemaal prima door de particuliere markt worden opgelost. Ik denk toch dat in een barmhartige kapitalistische samenleving je ook de ondergrens moet bewaken. En ik vind dat mensen moeten kunnen falen. Hè? Je moet risico's nemen en dan mag je ook wel zo falen dat je alles kwijtraakt en... Maar om iemand dan onder een brug te laten slapen. Ik vind het wel mooi dat er dan een systeem is dat opvangt. Maar het is toch nog steeds... Kijk, de overheid vangt niks op. Ze nemen onze belastingcenten en bouwen daar misschien opvang voor die daklozen. Nee, daar heb je gelijk. Het kost alleen 10 keer meer als de overheid het doet. Want er zijn ook nog eens een keer 20 ambtenaren bij betrokken. Bij de gemeente en bij de provincie en weet ik het. En het is allemaal zo onefficiënt. En ik vind dat, wat jij zegt, hè, ik ben het daar helemaal mee eens. Dat die netwerkcorruptie, dat die er is. Maar wat ik zo fascinerend vind, is van, bestaat er een systeem? En de vraag stellen is natuurlijk een beetje beantwoorden, maar... Waar zit het is het systeem wat ervoor zorgt dat die netwerkcorruptie een negatief effect heeft op de maatschappij. Want als je het systeem verandert op een manier zodat die netwerkcorruptie iets bijdraagt. Dus dat als iedereen handelt in zijn eigen, voor zichzelf zijn meest positief scenario. Dus die bij wijze van spreken, je mag de boel bedonderen, je kan alles doen wat je wil. Wat je daarmee bereikt, dat heeft een netto positief effect voor de maatschappij. En als je dan gaat terugdenken van hoe komt het dat het nu bijvoorbeeld een negatief effect heeft? Dat heeft te maken met de aard van ons geld. Dus ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van het Cantillon effect. Maar dat was een Franse econoom. Die is in Londen op een gegeven moment gaan studeren of een onderzoek gaan doen. En hij kwam in contact met een valsmunter. Dat was iemand die had gewoon echt een drukpers in de kelder staan. Ja, dat heb je toen met Denise heb je dat uitgelegd. Ja. Inderdaad. Ja. Nou ja, goed, wat hij dus zag gebeuren is dat iedereen die zich dicht bij... Hoe dichter je bij die geldprinter staat, hoe eerder je ervan profiteert. En hoe eerder je ervan profiteert, des te eerder... kun je het geld uitgeven zonder dat je effect hebt van het inflatoire effect van die geldcreatie. Dus als je heel ver staat, ja, dan heb je het probleem dat je tegen de tijd dat je dat extra geld hebt, is het al minder waard. Dus dat weegt niet tegen elkaar op. En wat je nu ziet bij die netwerkcorruptie, is dat iedereen klontert samen zo dicht mogelijk bij die geldcreatie. Dat is de bancaire sector, dat is de politiek en dat is een bepaalde vorm van groot kapitaal, bij wijze van spreken. Weet je, die in staat zijn, omdat ze een AAA-status hebben, kunnen ze tegen 0% rente geld lenen, bij wijze van spreken. Nou, dat hebben we in die coronaperiode gehad. Dus dat soort figuren, en je ziet dat ook gebeuren, weet je. Dat is waar de farmaceutische industrie de politiek heeft ontmoet. Omdat ze allemaal hetzelfde... Ze zitten allemaal te graaien in dezelfde ruif, als het ware. En als je dat verandert, als dat geld verandert... Dus die geldcreatie wegvalt, dus die inflatie wegvalt... En dan het beste wat je dan kunt doen... is gewoon wat mensen altijd gedaan hebben, produceren. Ja, jij bent natuurlijk inmiddels een expert op het gebied van geld. Hè? jij ziet alles... Ik zie alles in dat licht. Ja. Ja, maar volgens mij is, om jouw vraag nog even te beantwoorden... waar ligt de grens? Is als het gaat om het libertarisme... moet je volgens mij gewoon een opt-out hebben. En als jij
Als de overheid bijvoorbeeld zorgt voor wegen en jij zegt van ja, sorry, maar daar wil ik helemaal niet meedoen. Ja, dan heb je een opt-out en dan betaal je daar niet aan mee. Als je niet naar het ziekenhuis wil. Kijk, ik ben nog nooit ziek geweest. Ja, waarom zou ik meebetalen? Misschien dat ik dat uit vrije wil wel zou doen voor andere mensen. Maar je moet een opt-out hebben. Dus ik denk dat op al die verschillende sectoren zou je best een soort overheid kunnen hebben die iets organiseert. Voor de mensen die daar aan mee willen doen. Hmm. Nou, ja. Wil je een pensioenvoorziening hebben? Nou, prima. Dan komt er een pensioenbedrijf en die gaat dat regelen. De overheid controleert dat een beetje. En nou, als je dat wil doen, ik hoef geen pensioen te hebben. Ik wil dat helemaal niet. Ik wil niet dat andere mensen met mijn spaargeld gaan spelen. Ja. Maar sommige mensen misschien wel. Nou, oké, prima. En voor wat betreft dat geld, ja, ik denk dat je wel gelijk hebt. Ik denk dat het hele financiële systeem is er op gericht om mensen afhankelijk te maken en te voorkomen dat mensen in vrijheid dingen kunnen doen. En daar hadden we het net ook over. Ja, op de een of andere manier kan de gewone man of vrouw kan niet hedgen. Nee. Die is gewoon een soort slaaf van het systeem en die kan net het einde van de maand halen. Inflatie om de oren, de lonen groeien niet mee. Nou, we zitten nu echt in een situatie waarin je als werkende persoon niet meer met één salaris een gezin kan onderhouden en een huis kan kopen. Dat kan gewoon niet meer. Ja. Dus er is iets fundamenteel veranderd, waardoor de hele middenklasse tot slaaf gemaakt is. En dat kan heel, heel makkelijk anders door ze mee te laten doen met al die hedges. Nou, dat kan inderdaad via Bitcoin. Daar snap ik nog helemaal niks van. Denise en jij proberen me dat uit te leggen. En ik ben ervan overtuigd dat het goed is als er nog een vrije munt naast is, zoals Bitcoin. Dus daarom staat het ook in het verkiezingsprogramma van Belang van Nederland. Waar we het ook net over hadden. De woningcorporaties zouden prima hun woningen kunnen verkopen aan de sociale huurders. Ja. Voor 80% van de volswaarde met een laag rentepercentage betalen ze netto minder aan de hypotheekrente dan ze aan huur nu betalen. En na 10 jaar hebben ze allemaal een paar ton verdiend. Ja, dat betekent ook dat al die mensen meer slagkracht krijgen en een grotere mond krijgen en meer vrijheidsgevoel krijgen. En niet zomaar gaan luisteren naar Hugo de Jonge van nu doe je mondkopje op. Of niet naar Mark Rutte die zegt van jongens, we gaan collectief verarmen om elkaar te helpen. Ja. Of het is onze oorlog in Oekraïne en jullie moeten daar allemaal verplicht duizenden euro's per gezin aan meebetalen. Ja, ja, ik vraag me af of als je mensen geld geeft, hè, dus als je bijvoorbeeld hun woning subsidieert, dat ze dat goedkoop kunnen kopen. Kijk, ik weet niet, maar vandaag de dag in Amsterdam, volgens mij kost een sociale huurwoning al 5 ton. Dat betekent dat je, wat is het, 1,5 ton per jaar moet verdienen. Nou, dat hebben mensen in sociale huurwoningen niet. Nee, want de banken die doen mee in het systeem. Ja. Dus die banken die gaven vroeger 6 keer je salaris. Ja. Tegen een rente die goed was. En ze namen zelf het risico. Ja. Nu moeten ze aan allerlei inclusiviteit en SDG-normen voldoen. En doen ze niet meer mee. Dus een gewone man of vrouw krijgt gewoon geen hypotheek meer. Ja. Sterker nog, ik krijg niet eens een bankrekening meer. Ja, het probleem met libertarisme is natuurlijk dat als je van een nul situatie komt, hè, je komt vanuit de middeleeuwen en je kan het inrichten, dan kan je dat doen. Maar we zitten nu in een diep socialistische, collectivistische, neo-marxistische samenleving, waarbij miljoenen mensen in een staatswoning wonen en daar een belachelijke hoeveelheid huur voor betalen. En dan krijgen ze van de staat huursubsidie. En dan moeten ze heel dankbaar voor zijn. En dan krijgen ze ook kinderbijslag en zorgtoeslag. En dan moeten ze nog dankbaarder zijn. En iedereen denkt dat de staat er voor hun is. Dat is natuurlijk totale onzin. Maar hoe bouw je dat dan om? Want als dat is het probleem. Ja. We komen dus niet vanuit deze neo-marxistische situatie, waarin iedereen semi-gelukkig is, omdat hij als een konijntje in een hok zit met tralies ervoor en die krijgt af en toe een blaadje slaaf van de overheid. Ja, terwijl je wil een konijntje zijn in het grote boze woud. En er zijn er wolven, maar er zijn ook heel veel andere konijntjes. En dan kan je allemaal nieuwe konijntjes maken. En, je bent wel vrij als een konijntje. Ja, dat is een veel leuker konijntje. Dat is het leven dat die 10% van Matthias de Smet wil. Gewoon een vrij leven. Ja. Maar die omslag kan dus makkelijk als er nu een partij, nou neem BVNL, maar dus ik denk dat er nog andere partijen ook zijn die dat zouden willen. Die zegt van luister, dat bezit, dat eigendom, dat moet weer prevaleren en dat moet terug naar de mensen. Dat moet niet bij de staat, want feitelijk wat er is gebeurd is dat
al die huizen zijn gewoon onteigend. Ja. Je denkt dat je een huis hebt, maar dat heb je helemaal niet. Of je huurt het, of nou, zelfs als je het koopt, je kunt nauwelijks in je eigen huis wonen vanwege de huurwaarde voor ver, eigen woning voor ver, heet het geloof ik nu, OZB. Maar dat geldt voor alles. En dat eigendomsrecht, die macht over je leven, die moet terug naar de mensen. En, ben je enthousiast of ben je positief erover, laat ik het zo zeggen, dat dit gaat lukken? Nou, absoluut. Want als ik zie de tractie die we, de tractie die telkens mensen kregen die opstaan en dit soort dingen roepen. Hans van Mierlo, Frits Bolkestein, wie had je daarna? Pim Fortuyn natuurlijk. Thierry Baudet heeft dat lange tijd geroepen. Totdat hij zich ook een beetje op een andere route ging manifesteren. Hmm. En nu ook Belang van Nederland. We roepen dezelfde dingen. Er is een voedingsbodem voor dit gedachtegoed. Ja. En je ziet ook af en toe dat mensen willen ook iets anders. Hè. BBB heeft, had 17 zetels kunnen halen in de Eerste Kamer. Er zijn er uiteindelijk 16 geworden. Maar er hebben dus voor 34 zetels mensen op deze partij gestemd. Ja. Omdat ze iets anders wilden. En dat is allemaal gepeild. Waarom wilde je wat anders? Nou, we willen vrij zijn. We willen geen incompetente bestuurders hebben. We willen niet dat de boeren onteigend worden. Hè, de onteigening van de boeren is ook weer die hele collectivistische ingreep in het eigendomsrecht van onze voedselproducenten die al 10, 15 generaties datzelfde doen. Maar blijkbaar zitten we in deze decadente omwenteling waarin de staat het gewoon kan maken dat boeren onteigend worden. Er worden nu visserskotters en masse naar de sloop gegooid. Ja, en dan krijgen ze, weet ik wat, een miljoen of 2 miljoen. Krijgen ze compensatie van de staat. Nou, niemand is er blij mee, want die boot is 5 miljoen waard. En er wordt nooit meer gevist. Alle visafslagen zijn weg. Dus zijn dat allemaal aan het slopen. Maar de meerderheid van Nederland vindt dat nog oké. Maar een zeer groter wordende minderheid vindt het niet oké. En ik ben daar heel positief over. Het enige wat jammer is dat de marketingcampagnes van bedrijven, van partijen zoals BBB en NSC zijn zo goed dat wordt dan weer heel groot. En is het oude wijn in nieuwe zakken. En dat vind ik ontzettend zonde. En daarom vind ik het ook zo jammer dat Forum voor Democratie destijds niet heeft doorgepakt. Want dat was het moment dat het wel kon. Pim Fortuyn werd gedood. En Forum voor Democratie heeft zichzelf gewoon opgeheven. In de voet geschoten. En wat is er gebeurd? Ja, ik weet het niet. Ik zat toen nog niet bij Forum voor Democratie. Ik heb met grote belangstelling toen vanuit de VVD gezien dat er gewoon een jong iemand, een intellectueel, precies de juiste snaar raakte. Ik vond ook trouwens die El van Minerva speech, vond ik helemaal niks mis mee. Wat jammer was dat er, en misschien heeft dat met persoonlijkheden te maken, dat er dan ruzie ontstaat en toch bepaalde, bepaalde andere standpunten worden ingenomen. Ik vind het moeilijk om de vinger erop te leggen. Het is doodzonde inderdaad. Ja. Het is doodzonde, want dat was het moment. En Frits Bolkestein deed dat veel beter. Ja. Die was politiek en intellectueel en filosofisch consistent. Die bleef maar hameren op de vrijheid van het individu. Er hoort verantwoordelijkheid bij. De staat moet klein, terug in zijn hok. Wij moeten als mensen dat samen doen, maar alleen als je het zelf wil. En dat klassiek liberalisme, dat had toen te weinig tractie. Ik denk dat het toen nog een andere tijd was. Ik denk dat als Baudet hetzelfde verhaal had verteld en was blijven vertellen als een Frits Bolkestein, dan was hij nu premier geweest. Ja. Denk je niet dat juist in die in een omgeving die steeds collectivistischer wordt, hè, dat mensen, ook omdat die middenklasse weggaat, en mensen steeds meer hun hand gaan ophouden, met andere woorden steeds linkser gaan stemmen. Dus steeds eigenlijk die maatschappij die is een marxistische kant opgegaan en die trein valt niet meer te stoppen, omdat mensen armer worden en dus linkser gaan stemmen. Dus, en weer armer worden en dus weer linkser gaan stemmen enzovoort. Een soort vliegwiel effect. Ja, totdat mensen zo arm zijn dat het echt pijn gaat doen. Ja. Nou, dat zag je bij de boeren. Ja. De boeren die gingen echt pijn lijden. En ik denk dat zowel corona als die aanval op de boeren, dat 10 jaar te vroeg is ingezet. Ja. Door corona zijn heel veel mensen echt wakker geworden. Ze zeggen, sorry, maar dit trekken we gewoon niet. Ja. We doen het niet meer. En heel veel mensen die toen het wel hebben gedaan, wel om 9 uur zijn binnengebleven, die zeggen ook, dit gaan we nooit meer doen. Nee. De aanval op de boeren,
Ja, die boeren zijn echt nog wel te machtig. En die, wat ook de staat heeft onderschat, is dat de boeren zijn gewoon krachtig. Dat die zijn, en die zijn ook saamhorig. Hè, waar vastgoedbezitters niet te verenigen zijn. Die worden nu ook onteigend, maar die krijg je niet op het Malieveld. Want die denken allemaal, ja, ik ga wel uitponden verkopen en dan ga ik in Bali of in Dubai investeren. Miljarden vertrekken nu. Hè. Een grote exodus. Dus die boeren die voelden de pijn en zijn naar het Malieveld getrokken. En die hebben daar echt iets bereikt. Ja. En Farmers Defence Force heeft feitelijk heel BBB groot gemaakt. Zijn natuurlijk daarna compleet gefopt. En daarom zitten ze nu bij Belang van Nederland. Sita van Kijpema staat bij ons op 3. Mm-hmm. En het andere wat er gebeurde was de hele energiecrisis. Die hebben ze ook te vroeg ingezet. De hele gedoe met dat de Verenigde Staten zei, we gaan die Nord Stream pijpleiding gaan we opblazen. En dat gebeurt dan. En niemand denkt daar verder meer over na. En ook zo'n onderwerp. Ja, Russisch gas stoppen we op hetzelfde moment dat we het Groningse gasveld dicht doen. Ja. Technisch gezien totaal onnodig. Ja. Want als je gewoon de druk in het veld op peil had gehouden, of nog steeds dat doet, door waterinjectie toe te passen of stikstofinjectie, dan heb je veel minder seismische activiteit. Kun je gewoon de 600 miljard kuub die er nog in de grond zit, kun je produceren. Ja. En dan dat levert, afhankelijk van de gasprijs, tussen de 500 miljard en 1000 miljard op. Dan kun je de Groningers van compenseren. Iedereen blij, maar dat hebben we allemaal niet gedaan. Dus de prijzen van alles zijn daardoor omhoog gegaan. Groente, fruit, boodschappen, de energiekosten. Mensen kunnen hun huis niet meer verwarmen. En dat heeft ook pijn gedaan. Vorige winter hebben heel veel mensen gewoon in de kou gezeten. Bejaarden werden onderkoeld het ziekenhuis binnengereden. Ja. En die drie dingen, daar zijn mensen niet blij mee. Maar veel van het beleid komt uit Europa natuurlijk. Ik denk niet dat Mark Rutte bij machten is om zoiets te verzinnen. Dit is gewoon Europees beleid wat hij uitvoert. Maar denk je niet dat binnen Europa we als Nederland eigenlijk geen schijn van kans hebben om dit tij te keren? Nee, dat klopt. Alleen voedsel, energie, oorlog en het corona-verhaal met vrijheidsbeperkende maatregelen. Die zijn over ons uitgerold. Alsof we dat allemaal samen moeten doen en collectief moeten verarmen voor deze onzin. Mm-hmm. Ik denk dat nog veel te weinig mensen de link leggen naar Europa. De EU domineert daar ontzettend in. En daarom ben ik ontzettend geïnteresseerd in hoe het Groot-Brittannië vergaat. Want mijn familie heeft gewoon voor de Brexit gestemd. En ik dacht toen ook, wat ontzettend jammer. Want ja, die Britten waren onze vrienden. En hadden nog een klein beetje een soort macht samen in Europa. En anders wordt het helemaal Franse collectivistische ellende. Samen met de Duitsers die met een schuldcomplex van de Tweede Wereldoorlog ook alles weggeven. Dus ik vond het toen heel jammer. Maar als je ziet hoe, ten eerste het verschil in berichtgeving. In Groot-Brittannië gaat het prima. De Britse pers, halleluja. Ze gaan over hun eigen grenzen. Ze gaan misschien wat meer lokaal produceren. Oké, je hebt eventjes tijdelijk geen Poolse vrachtwagenchauffeurs meer. Maar het gaat gewoon hartstikke goed. De Britten hebben een fantastische economie. Ze sluiten gewoon een handelsverdrag. Ja. Geen centje pijn. In Nederland wordt dat weergegeven als, dit is het ergste wat ooit is gebeurd. En de schappen zijn leeg. Het is gewoon totaal niet waar. En dat is weer Orwelliaans. Ja. De staat produceert nepnieuws en de mensen geloven dat. En die denken, dat moeten we dan echt niet doen. Terwijl al die verschillende dingen waardoor de mensen nu pijn lijden, dat komt gedeeltelijk uit Europa. Dat komt gedeeltelijk door onze overheid die daar helemaal in meegaat. En partijen zoals Volt en D66 en ook de VVD willen zo snel mogelijk al die soevereiniteit overdragen. Want ja, als het eenmaal weg is, dan duurt het heel lang voordat voordat je weer terug kan pakken. En dan moet het nog veel erger worden. En we hebben het gezien in de Sovjet-Unie. Ja. Hoe lang heeft het geduurd? 70 jaar of zo. Voordat er weer voldoende power was bij de gewone mensen om zo'n totalitair misdadig regime omver te werpen. Ja. Wat moeten wij dan met Europa doen? Wat wil jij dat we met Europa gaan doen? Nou, in het verkiezingsprogramma van BVNL staat, we moeten zo snel mogelijk een bindend referendum uitschrijven. En dan, als mensen uit Europa willen, dan gaan we uit de EU. Nou, we gaan niet uit Europa, we zitten in Europa. Maar we gaan niet af. Nee, we gaan uit de EU. En dan gaan we net zo hard handelen en net zo goed vriendjes blijven met België en Duitsland. En ik vind het ook fantastisch als we hier geen timmerman hebben en er komen timmermannen uit Polen. Ik heb helemaal niets tegen wie dan ook. Maar, en de euro? Nou, het is ook heel raar dat wij hadden een fantastische gulden. Waar apen trots op, die was keihard. Uh-huh. Niemand heeft ons ooit gevraagd van, willen we dat inleveren?
Ja. Dat was bij uitstek iets voor een referendum geweest. Is daar niet een referendum over geweest? Nee. Volgens mij rondom het verdrag van Maastricht. Ja, daarvoor was wel een referendum. Ja, het verdrag van Maastricht. Ja, maar daarvoor was ook een referendum over de euro. Nou, niet of we de gulden wilden inleveren. Nee, volgens mij over... Nou goed, ik weet het, dat is te lang terug. Dat weet nee, ik maar dat is het lidmaatschap van de EU, de gulden inleveren, dat is allemaal gewoon doorgedrukt. En natuurlijk zeggen ze van, ja, maar dat is een representatieve democratie. Je hebt gestemd op het CDA en de VVD en de Partij van de Arbeid. En die hebben dat gemandateerd, hebben ze dat uitgerold. Maar ik denk dat als je specifiek had gevraagd aan de Nederlander, wil jij die keiharde gulden opgeven en in een potje komen met de lieren en de peseta en geen haar op je hoofd die eraan had gedacht. Ja, exact. En zie je dan... Wat ik zelf vind, ja, ik denk dat als... Er zijn twee opties. Of je gaat die EU ga je drastisch reorganiseren, al die ambtenaren daar ontslaan en je gaat niet meer die verhuizing één keer per maand doen en je gaat de soevereiniteit weer terugbrengen naar de landen. En dan kan je nog steeds de samenwerkingsverbanden houden. Dat zou een optie zijn. Mm. Nou, maar ik zie dat niet gebeuren. Want zo'n Ursula von der Leyen, ja, het is toch een beetje de Hunger Games 2.0. Ja, ja, ik vind het echt doodeng om zo'n vrouw te zien praten. Ja. Ja, dan zou ik zeggen, ja, ik zou dan voor een exit stemmen. Ja. Als je... ik bedoel, er even van uitgaande dat de euro zijn beste tijd gehad heeft. Dat inflateert op een gegeven moment helemaal weg. Dan komt er een central bank digital currency. Nou, we hebben het al gehoord. 2026 volgens mij staat die in de planning. Ik denk persoonlijk, ik ben heel optimistisch. Ik denk dat dat glorieus gaat falen. Ik denk niet dat mensen uit zichzelf gaan vrijwillig een soort van kettingen aan gaan doen. Of hoe noem je dat, van boeien om gaan doen en zich laten opsluiten. Want dat is wat het is. In Nigeria is een test geweest met die central bank digital currency. Is grandioos gefaald. Er is daar nu letterlijk geen geld meer. Dus je hebt nog wel de Naira die ze hadden. Maar in de praktijk wordt de euro, de dollar en alles wat los en vast zit gebruikt als geld. Maar niet meer wat de overheid uit de printer gooit als het ware. Ik denk dat hier hetzelfde gaat gebeuren. Maar er ligt natuurlijk een plan klaar. En daar hebben we een tijdje terug hebben we daar van alles over gehoord. Over dat er een noodplan, volgens mij is Ab Flipsen, die is daar vrij vocaal over geweest. Over wat dat dan zou inhouden. Er zijn een aantal politici geweest die hebben het plan mogen inzien. Wat de Nederlandse bank heeft geformuleerd. Het zou in ieder geval behelzen een soort opnieuw een soort guldenmarktachtige constructie samen met Duitsland. Gebaseerd op productiecapaciteit / goud, wat er dan eventueel ergens zou moeten liggen. Ben je op de hoogte van die plannen? Heb je hier ooit wat? Heb je de plannen zelf gezien? Nou, die plannen niet, maar mijn mede-Tweede Kamerlid en mede-oprichter van BVNL, Olaf Efriem, die was natuurlijk econoom. Ja. En hij is oud-bankier. En die zei ook, ja, de euro is gewoon technisch onhoudbaar. Ja. En wat krijg je dan? Ja, dan kan je een euro en een euro krijgen, maar die hele instabiliteit van die zuidelijke landen, die gaat ertoe leiden dat als de rente omhoog gaat, dat het niet meer houdbaar is. Nou, dat is nu. Ja. Dus ik ben benieuwd wanneer dat gaat klappen. En ik zou dat eigenlijk wel... Ja, ik heb niet de technische kennis daar, ik ben geen econoom. Maar een euro en een euro lijkt mij wel een elegante oplossing dan. Ja. Ja, ik vind alleen die namen fantastisch. Nee, maar kijk, oh, wacht. Ja. Ja, dat zit een beetje los. Je moet het toch een beetje aandrukken. Doet hij het weer? Ja, ik hoor je sowieso goed hoor. Ja. Nee, maar jij wil natuurlijk gewoon overgaan in bitcoin. het is niet eens. Kijk, er zijn twee dingen. Er is het failliet van het systeem is daar. Weet je, daar hoef je alleen maar naar te kijken, naar te wijzen en iedereen erop uit te leggen wat er aan de hand is. En het alternatief, dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. Weet je, en voor de een zal dat misschien wel goud zijn of inderdaad ontroerend goed of bitcoin, whatever. Maar het maakt niet zoveel uit. Ik denk van ja, het meest liquide goed gaat de rol van geld overnemen. En bitcoin is heel snel om te zetten in andere, in goederen of in euro's of zeuro's. Of ja. Wat er dan ook gaat komen. Ja, ik vind het altijd een beetje jammer om zo hoog in te stappen. Hij staat geloof ik nu op 35.000. Het is heel laag. Is dat laag? Ja, we zijn echt heel vroeg. En wat is de hoogste? Het is oneindig. Het is number go up technology. Het is absoluut de digitale schaarste in een tijdperk dat niemand begrijpt. Nee, maar dat wat is de hoogste koers geweest ooit? Ooit 67, nog wat in dollars. Ja, ja. Ja, 53, 55, zoiets in euro's. Maar goed, dat is allemaal... Maar de verwachting is dat het
echt vele malen hoger. Ja, door die halving in maart of zo. Ja. Maar het is ook, kijk, het is netwerkeffect. Dus wat je ziet, hoe de adoptie van Facebook ging, of Twitter, of van Hives in de tijd, of eigenlijk alle digitale techniek. Dan zie je altijd van, het heeft een aanloop nodig en dan gaat het opeens exponentieel. En Bitcoin is niks anders dan een protocol voor waardeoverdracht, waarvan mensen gaan ontdekken van, hé, ik kan dit gebruiken los van een overheid. Terwijl de overheid alleen maar bezig is om meer muren te bouwen, ontstaat hier een protocol wat zich gedraagt in een domein van vrijheid. Nou ja, dan je hoeft het niet eens meer uit te leggen aan mensen. Want zodra ze geen biefstuk meer kunnen kopen met hun central bank digital currency, maar wel met Bitcoin, dan verkoopt het zichzelf. En dat is daarom heb ik altijd zoiets van, als ik dan Christine Lagarde met zo'n rood aangelopen hoofd hoor zeggen van, we moeten de exit deuren sluiten, Bitcoin is een escape hatch, en dat mag niet, dan heb ik zoiets van, ga maar door, doe maar, weet je. Want al die negatieve energie, het pompt Bitcoin echt naar de maan toe. Het is niks anders dan reclame voor Bitcoin. Elke procent inflatie die we krijgen is reclame voor Bitcoin. De boodschappen die duurder worden, het is reclame voor Bitcoin. Het is natuurlijk wel heerlijk dat je grensoverschrijdend bezig kan zijn. Ook dat, je bent niet gebonden aan een of ander systeempje waarbij ooit een keer een paar grenzen zijn opgeworpen en je opeens in Nederland dan een gigantische belasting krijgt op je box 3 vermogen Daarom heb ik gezegd van BVNO moet Bitcoin een wettig betaalmiddel maken, zodat in box 3 dat probleem niet optreedt. Ja, dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Ja. Ik ben er helemaal voor. Hoezo? Dat heeft ook meer met die opt-in en die opt-out te maken. Ja. Ik vind Nederland een prachtig land. Ik vind het leuke mensen. Ik vind het leuk dat iedereen zo lekker direct is. Ja. Maar als toevallig iedereen stemt op NSC en BBB en GroenLinks en de Partij van de Arbeid, en nu heeft Caroline van der Plas ook gezegd dat ze de SP erbij wil hebben. Nou, dan gaat Dylan Jezulgus gaat ook weer meedoen natuurlijk. Want ja, die komt uit een marxistisch nest. Die is bij de SP 7 jaar geweest. Daarna bij de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja, ik vertrouw dat allemaal niet. Dan wil ik een opt-out hebben. Ja. Nou, via Bitcoin heb ik die opt-out. Ja. Alleen ik moet daar nog wel even een beetje aan wennen dat het echt een totaal parallel systeem is, dat nog niet door iedereen geaccepteerd is. En nou ja, dat is. En dat je niet meer naar, je kan wel naar je rekening kijken, maar je kan het ook kwijtraken als je je ledger in de slot gooit. Je hebt het in je zak zitten. Het is als cash geld. Als je je portemonnee verliest, is het ook weg. Dan kan je niemand bellen en zeggen van, maar ik had €200 in mijn portemonnee zitten. Ik weet niet, maar nu heb ik het niet meer. Maar kijk, je €200 in je portemonnee, en je raakt je portemonnee kwijt, dan kom je overheen. Ja. Als je je hele vermogen, dat je in 30 jaar bij elkaar hebt gespaard, op je ledger hebt staan en je bent dat kwijt, dan is het wel vervelend. Sowieso niet op een ledger zetten. Nee? Kijk, dit is, we kunnen heel erg de techniek ingaan en zo. Maar ook hier heb je risicospreiding. Je kunt ook, weet ik veel, multisig contracten, keys verspreiden over verschillende delen van de wereld. Getimelockte contracten waarbij geld pas op een bepaald moment weer in je wallet terechtkomt en niet daarvoor. Er zijn allerlei dingen te verzinnen hoe je dit risico kan vermijden. Maar voor nu denk ik van voor veel mensen, ze hoeven helemaal niet al hun geld erin te steken. Het geld op naam van je vriendin zetten die je heel erg vertrouwt. Maar dan nog, het gaat om het geheim. Weet je? Wie heeft de toegang tot die bitcoins? Degene die sleutel heeft, die private key heeft. En dan moet je 20 woorden onthouden, ook moeilijk. 24 of 12. Beide kan. Ja, maar ook dat, daar, 12 woorden. Ja. Het idee dat je met 12 woorden, als je dat lukt om te onthouden, dan loop je gewoon door elke douane heen met ongeacht welk bedrag dus in je hoofd. Dat idee, dat is vrijheid. Ja. Maar al dat soort beperkingen zijn toch ook verschrikkelijk. Hè? Dat je niet meer dan €10.000 over de grens mag nemen. Ja. Dat je niet meer, nu bij de ABN AMRO, niet meer dan €10.000 per jaar mag opnemen. Want daarboven moet je gaan betalen om je eigen geld weer in te zetten. Het is dus ook niet je eigen geld. Dat moeten mensen begrijpen. Het is een vordering op de bank. Het is helemaal niet je eigen geld. Nee, maar dat is niet alleen met geld zo. Dat is dus met alles zo. Ja. Je huis, je auto, je geld. Het is allemaal niet meer van jou. Ja. Je mag het even hebben. En het gekke is, die neomarxisten in de Tweede Kamer zeggen dat ook. Het is helemaal niet van jou. Ja. Je mag het even lenen en je geeft het door aan volgende generaties. En alles is van de staat. Ja, nee, inderdaad. Dat is krankzinnig. Dan waarom zou je nog werken? En dat is natuurlijk ook waar we naartoe gaan dan. Nou ja, hoe komen we dus in een situatie waarin je wel die opt-out hebt en wel voor jezelf mag zorgen en wel de keuze hebt van, wil ik voor jou gaan zorgen? Nou, dan doe ik dat, maar dat bepaal ik dan zelf. Ja, zoals het vroeger eigenlijk ook was. Ja, je zag natuurlijk, dat vond ik altijd een heel mooi systeem. In Groot-Brittannië heb je dat nog steeds, van die gildes. Dat alle timmermannen in een bepaalde stad die zeggen, weet je wat, wij doen een timmermansgilde en we doen een 5 pond per maand in de pot.
En als er dan eentje van een steiger afflikkert, nou, dan helpen we dat gezin van die pot. Hartstikke mooi. Maar ook, want ik heb dat van Robert geleerd, maar ik was altijd een beetje, veel mensen hebben dan de wegen of weet ik wat. Ik heb dat met de publieke ruimte. Dat ik zo van, ja, als alles privébezit is, hoe ziet de publieke ruimte er dan uit? Nou, dat is interessant, ja. En toen, toen zei Robert ook van, ja, een goed voorbeeld is het Vondelpark. Dat is gewoon gedoneerd door hele welgestelde Amsterdammers. Die hebben dat gewoon aan de stad gegeven. En onderhouden het. Nu niet meer, maar toen dat was, wat was het? In de Gouden Eeuw ergens lijkt me dat gebeurd is. En dat vind ik zo'n mooi voorbeeld, dat je ziet van ja, het is niet zo alsof mensen die succesvol zijn ondernemen en dus rijk worden, blind worden voor de behoeften van anderen. Totaal niet. Nee. Het is het tegendeel is waar. Ja. De mooiste cultuur, de mooiste beschaving, de mooiste architectuur, dat is allemaal gebouwd door mensen die zelf hebben verdiend en iets moois willen doen, iets willen creëren, iets willen nalaten, onsterfelijk willen worden op een bepaalde manier. Ja. Het tegendeel is ook waar. Ik zit nu in de Tweede Kamer in dat oude gebouw van Buitenlandse Zaken. Mm-hmm. Dat is structuralisme of brutalisme, ik weet het niet meer. Ja, dat is een van de domme stijl. Maar ambtenaren vinden dat fantastisch. Oh, maar ja? Het is een diep Sovjet-achtig gebouw. Dat treurigheid uitstraalt en overheid en staatscontrole. En het is allemaal beton en het is verschrikkelijk. En de staat bouwt geen mooie, mooie gebouwen. Die architectuur, daar zie je het in optima forma aan. De hele Sovjet-architectuur is er gewoon waardeloos, verschrikkelijk, lelijk en pompeus en simpel en niet creatief. Ja, sterker nog, en zo verliezen we ook het vakmanschap. Want op een gegeven moment zijn er geen mensen meer die iets anders kunnen bouwen. En dan hebben we alleen nog maar dit. Weet je, ik geloof dat we al bepaalde bouwstijlen die bijvoorbeeld in de Gouden Eeuw gebruikt werden, niet meer. Dat kan niet meer, weet je. Maar denk je niet dat het zich gewoon verplaatst? Kijk, Europa zit nu in een soort collectivistische revolutie. Dus ja, daar krijg je minder creativiteit, minder rijkdom, minder luxe, minder geluk bij de mensen. Maar er zijn andere landen die juist weer beter worden. Ja, dat is de better flag theorie. Dus dat mensen zich gaan verplaatsen naar de plek waar de omstandigheden beter absoluut zijn. Absoluut. Ja, dat gebeurt. In coronatijd zag je dat mensen kochten hele dorpen in Portugal. Een enorme exodus naar Portugal, omdat je daar gewoon lekker vrij was. Dus in Spanje, heel veel mensen gaan naartoe. Ik zie nu heel veel mensen ook naar Dubai of naar Bali gaan. Absoluut. Ja. Fantastisch. Ja. In Bali kun je de meest mooie projecten doen. Je moet je natuurlijk wel een bepaalde regels houden, maar het gevoel van vrijheid is veel, veel, veel meer. Ja. En daar zit ook geen plafond op. Dus als jij iets heel leuks verzint, dan kan je een miljard verdienen. En prima. Applaus. Ja, super vet. Maar hier kan het niet meer. Hoe zie je politiek gezien deze overgang? Kijk, we zitten in die laatste fase, weet je, in dat idee van de vierde wende, weet je, we zitten in de laatste generatie, dus de weak man create bad times achtige deel van de we moeten hier doorheen met z'n allen. Ik ben heel positief dat gaat lukken, omdat ik zie mensen wakker worden. Weet je, ik was depressief in de coronaperiode. Ja, en nu, en nu omdat ik geschrok van hoe dicht we eigenlijk bij dat totalitaire systeem zitten. Maar had je niet juist toen het gevoel van dit is het moment, dit is het kantelpunt? En ik had echt zoiets van nu legt de vijand zijn kaarten op tafel. Dit is zo obvious, zo out in the open. Ja. De stupiditeit, de leugens zijn zo groot. Ik dacht, nou, nu gaat iedereen zijn ogen open doen. Het was niet helemaal waar. En gelukkig kwam daarna nog de boeren en de energiecrisis en die oorlog in Oekraïne. Ja. Maar ik heb wel het gevoel, ik ben ook positief, hè? Ik heb wel het gevoel dat heel veel mensen juist zien dat het kantelpunt daar is. En het is levensgevaarlijk, hè? Want als het nog eventjes doorsuddert. Ja. En we krijgen wel de central bank digital currency en de Europese digitale identiteit. En je krijgt toch weer een soort coronapas. En dan mag je wel eens. Het gaat allemaal komen. Dat twijfel ik niet aan. Ik denk dat mensen er niet meer voor gaan. Maar ik ben met je eens dat het nu. Ik vind het nu fijner dat ik zie dat mensen wakker worden. Ook vrienden die ik bij wijze van spreken in de coronatijd niet meer zag, omdat die daadwerkelijk heel bang waren en vinden dat iedereen een prik moest nemen. Die zie ik weer zoiets van, nou, het was toch eigenlijk allemaal niet zo erg. Inderdaad, nou, misschien had je toch wel een beetje gelijk. Nou, dat hoor ik nog niet helemaal. Eigenlijk zeggen ze het wel, maar niet met zoveel woorden. Nee, nou, ik heb toch het omgekeerde effect. Ik heb heel veel mensen die zeiden van, ja, we hebben je toen echt wel geëxcommuniceerd. Ja.
Maar ja, als je nu de statistieken bekijkt en je ziet hoeveel vaccinatieschade er was, of dat er nog 200.000 bedrijven op omvallen staan vanwege het feit dat er toen werd gezegd, nou, we gaan je helpen. Ja. Nee, kijk, wat staat allemaal voor je doet? Je krijgt coronasteun, NOW. Nou, alleen de ondernemer zelf werd niet geholpen, maar de medewerkers wel. Ja. En dat moeten ze nu gaan terugbetalen. De belasting werd uitgesteld, dat moeten ze nu ook gaan terugbetalen. Dus nu kreeg je een enorme hoos aan faillissementen. En al die mensen zeggen, ja, je hebt toch wel gelijk gehad. En de staat is niet te vertrouwen en ze hebben iets raars gedaan. En het was nergens voor nodig. Een ander punt is de schade die kinderen hebben opgelopen. Doordat ze 2 jaar lang nauwelijks school hebben gehad. Elke keer die schoolsluiting, omdat een paar leraren een beetje in paniek raakten. En ze maar als mensen hun kinderen gaan thuis houden. Nee, de staat heeft de plicht om juist voor die kinderen te zorgen. En dat was trouwens ook met die vrijheidskaravaan. toen met de verkiezingen voor 2021. Ja. Toen hebben we het ook heel erg... we hebben heel erg veel steun gehad van Moederhart, Vrouwen voor Vrijheid. Ja. Omdat dat een groep was die politiek eigenlijk onbekend was. Maar dat waren dus moeders die voor hun kinderen stonden. Ja. En dat is een oersentiment dat toen bovenkwam. En, ja. dat waren helemaal geen rechtse moeders. Nee. Dat waren vrouwen die eigenlijk over het algemeen aan yoga deden en tofu aten. Maar die kregen een soort gevoel over zich heen van, luister, de staat gaat niet over mijn kinderen. Ja. En de staat gaat mijn kinderen niet vaccineren. En ik wil dat mijn kind wel naar school gaat en daar ruzie maakt en problemen oplost. Dus die hele beweging, die steunde ons toen. En ik zie dat er steeds meer... dat die beweging, dat die intensiteit verder is gerold. Ja. En ik denk dat het heel goed is, want heel veel mensen zijn zich daardoor gaan beseffen, nou, die bepaalde oerdriften die we hebben, hè, dat je wel wil samen zijn met iemand anders en wil trouwen en dat je wel kinderen wil krijgen en dat je voor je kinderen wil zorgen en dat je ook het goed wil laten zijn voor je kinderen, dat als jij geld verdient, dat je ook je hele erfenis belastingvrij naar je kinderen toe wil gooien. Of dat als je iemand iets wil schenken, dat je dat ook belastingvrij kan, dat de staat daar niks mee te maken heeft. Dat al dat soort dingen weer in een nieuw daglicht zijn komen te staan. Ja. Doordat Moederhart en Vrouwen voor Vrijheid plotseling zijn gaan zeggen, sorry, maar je blijft met je poten van mijn kinderen af. Ja. Hoe zie je politiek gezien een soort dit realiteit worden? Want ik bedoel, laten we eerlijk wezen, de rechts Nederland is heel erg uit elkaar gespeeld. Weet je, we hebben BVNL, we hebben de LP, we hebben Ja 21, volgens mij, als er nog wat van over is, ik weet het niet. Forum natuurlijk. Ben ik iemand vergeten? SGP. SGP misschien, oké. Okay. Ja, nee, zeker. Ja, kijk, rechts Nederland is wel heel erg verdeeld. Hè? Je hebt de libertariërs zijn niet noodzakelijkerwijs conservatief. Absoluut, ja. Ik ben totaal niet conservatief. Nee, ik ook niet. Ik ben medisch-ethisch misschien wel progressief. Ik ben voor het homohuwelijk. Ik ben voor als jij jezelf van het leven wil beroven, be my guest. Ja, dat is jouw leven, toch? Ja. Daar gaat de staat niet over. Ja. Abortus, ja, dat is het recht van de vrouw. En zoek het uit. Ja, dus wat dat betreft zitten er echt grote verschillen. Mm-hmm. En je ziet dan ook, ja, ze tekenen die assenkruisjes vaak, hè, bij het kieskompas laatst. Mm-hmm. Nou, dat slaat helemaal nergens op. Dan zetten ze BVNL neer als een hele conservatieve partij. Nee, wij zijn economisch heel erg rechts. Dus de staat moet met zijn poten van je spullen afblijven. Dat is libertarisme. Ja. Sociaal wat meer progressief en economisch gezien wat meer conservatief. Ja, en het wil niet zeggen dat je asociaal bent. Ja. Wij willen prima mensen helpen, maar wel uit eigen beweging. Niet omdat de staat ons dat opdraagt. Ja. Maar dan zie je andere partijen zoals... Ja, 21 is een beetje een rare club. Hè? Dat is meer een ambtenarenpartij die een afsplitsing van de groep ambtenaren, denk ik, van Forum voor Democratie. Ja. Joost Eerdmans heeft geloof ik 3 jaar bij Forum gewerkt. Die deed daar een beetje de contacten met hubhoofden, geloof ik. Mm. En dus daar zie je weinig economisch rechtsheid. Hij is wel heel sterk op asiel. Dus de asielparagraaf van de PVV heeft hij een beetje overgenomen. Mm. Maar voor de rest een beetje ambtenarenclub. Forum zit veel meer in die conservatieve hoek. Ook een beetje religieus conservatief. Toch een beetje de ondergeschiktheid van de vrouw. Een beetje problemen met de homo's.
En economisch veel minder rechts. Ja. Ja, als je ziet wat ze stemmen, als er moet gestemd worden voor een huurverlaging, ja, dan gaat Freek Jansen stemmen voor een huurverlaging. Omdat hij misschien zelf in zijn eigen situatie vindt dat hij te veel huur betaalt. Ja, dus de hele. En dan zie je dat een SGP weer veel rechtser is. Ja. Want die zeggen van ja, het eigendomsrecht, dat is gewoon van de mens zelf. En dus die stemmen dan economisch veel rechtser, maar zijn ook veel conservatiever. Ja. En dan heb je natuurlijk de PVV. Tuurlijk, ik was de PVV vergeten. Ja, maar de PVV. PVV is niet rechts. Is ook, nee, inderdaad, ja. Nou ja, dat je zegt het. Maar de PVV is natuurlijk geen rechtse partij. Nee. Dat is een anti-islampartij, wat ik ook lastig vind. Want ik vind ook dat er veel te veel mensen in Nederland zijn. Ik vind ook dat er niemand meer bij moet komen. En we moeten totale migratie stoppen, asiel stoppen. Allemaal prima. En we gaan het vrolijk doen met de mensen die er nu zijn. En als er problemen zijn, dan gaan we lekker mensen opvangen in de regio. Ook best. Mm-hmm. Hè? Je moet wel barmhartig zijn. Maar ja, de PVV is dus echt anti-islam. En voor de rest hebben ze gewoon het SP-programma gekopieerd. Ja. Dus daar zit verder niks rechts aan. Dus als rechtse mensen denken dat ze een economisch mooi programma krijgen door op de SP of door op de PVV te stemmen. Hetzelfde geldcreatie-onzin die er al is, al zo lang is. Sorry? Nee, dat is dezelfde geldcreatie. Ik noem maar altijd, voor mij is alles geldcreatie. Maar het is hetzelfde wat er altijd al is. Maar dat moet ik even begrijpen dan. Wat bedoel je daarmee? Nou, omdat de manier waarop alles gefinancierd wordt, is geldcreatie. Dus op het moment dat de rentes, kijk, de centrale banken zijn politiek geworden. Als de politiek vertelt tegen de ECB, we gaan nu de rentes verlagen, dan komt er meer geld in omloop. En het probleem is dat we hebben Zuid-Europa heeft geld nodig en Noord-Europa moet dat dus gaan betalen. Ja. En het grote probleem was, als die rentes omhoog gaan, dan gaat Italië failliet. En als de rentes naar beneden gaan, ja, dan klotst het over tegen de planken. En dan hebben we te maken met zware inflatie of straks zelfs hyperinflatie. En dat, die krachten zijn constant met elkaar aan het vechten. En dat is Brussel is zich daarmee aan het bemoeien, want die bemoeit zich met de ECB. En ik heb het idee, de rest wat er zich afspeelt in Europa is allemaal staat in dienst van die twee krachten die met elkaar aan het strijden zijn. Weet je, inflatie versus deflatie. En mensen snappen dat niet, want die hebben gewoon zoiets van, ja, maar we willen, weet ik veel, de grenzen moeten dicht of zo. Terwijl wat er aan de hand is, en Angela Merkel, de beste vriendin van, Ursula, inderdaad. Die was er heel openlijk over. Die zei gewoon van, luister, als wij de geldprinter aanzetten, te maken krijgen met zware inflatie. Een van de allerbelangrijkste effecten daarvan is dat mensen geen kinderen meer gaan krijgen. Mensen worden pessimistisch over de toekomst. Nou, dat zie je ook gebeuren. Het is allemaal van grafieken van, als je vanaf 1971 kijkt in het Westen, wat er is gebeurd met de gezinssamenstelling, dan zie je dat mensen massaal minder kinderen zijn gaan krijgen. En dat heeft namelijk te maken met wat je al zei. Ik bedoel, vroeger kon één werk en dan kon een gezin met twee kinderen onderhouden. Het is nu ondenkbaar. Laat staan. Ik bedoel, ik heb vier kinderen. Dus Ik ook. Precies. Maar dat is bijna een teken van verzet, is dat, hè? Dat, omdat het niet meer te betalen is. Dat is mooi. Oproep om in het verzet te komen. Nee, maar create good guys. Ja, dat idee, weet je. Je moet kinderen hebben. Maar het is ook dat idee dat als die economie krimpt, dan ga je al die extra schulden, die gaan nooit meer terugbetaald worden met de workforce die je hebt. Dus met je arbeidspopulatie. Want dat worden er minder en minder. Dat is de hele reden waarom al die mensen naar Europa moesten. En Merkel die zei toen, verder moet er 1 miljoen migranten naar Duitsland komen om de arbeidsmarkt op het niveau van, wat was dat, 2004 of 2005 toen ze dat zei, op dat niveau te houden. Ja, maar het gekke is dat heel veel van die migranten helemaal de eerste generatie niet werken. Exact, het is wensdenken. Het is het klassieke linkse wensdenken. Ja. En ik worstel er ook een beetje mee, want hoe erg is het nou als we een krimpende bevolking hebben? Nou ja, dat niet als we een deflatoire munt hebben. Nee, dat is heel simpel. Maar als we inflatie hebben, kunnen we dat niet meer terugbetalen. Kijk, ik ben een techneut, dus ik denk dan, nou, de klassen worden wat kleiner. Je krijgt wat meer leegstand op de woningmarkt. De huren gaan omlaag, de prijzen gaan een beetje zakken. De belasting gaat omhoog. Waarom? Omdat die schuld moet betaald worden. Nou ja, kijk, nee, maar je stopt dan ook met de hele asielinstroom. Dus dat is 24 miljard per jaar. Je stopt met al die maffe ambtenaren die worden ingehuurd voor belachelijke salarissen. Dat is nog een keer 1 miljard per jaar. Eens, ja. Je stopt met ontwikkelingssamenwerking. Nog een keer 6 miljard per jaar. Al die overheidsspeeltjes die nu gigantisch veel geld kosten. Klimaatfonds, ja, is natuurlijk eenmalig, maar is wel 30 miljard. Stikstoffonds, 25 miljard. Al die klimaatmaatregelen, al die subsidies, daar stop je allemaal mee.
Maar dat is een druppel op de groeiende plank. Of op de groeiende plaat. Als je kijkt wat de schuld in Europa is, met een krimpende bevolking, de totale schuld. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik zou het niet zo snel kunnen opzoeken, maar misschien dat jij het kan. Maar als je gaat kijken wat het met zich meebrengt om die schuld terug te gaan betalen. Ja, maar dat is door die quantitative easing hebben ze natuurlijk gigantische schulden opgebouwd. Maar als je gewoon bekijkt wat wij in Nederland aan belasting betalen en uitgeven, dan kan je best wel een situatie verzinnen. En daar is BVNL ook voorstander van. Dat je gewoon een begrotings evenwicht hebt. Volgens mij heeft Arno Wellens hier in de podcast verteld dat Nederland voor 500 miljard garant staat voor het. Volgens mij is dat voor een fonds van de ECB. Wat er alleen al voor moet zorgen om banken overeind te houden. En alleen als Deutsche Bank omvalt, dan is dat al een veelvoud daarvan. Ja, dus, maar het is toch bijna onverantwoord dat onze leiders, zoals Mark Rutte, ons hebben verbonden aan dit soort garantstellingen. Maar ze hebben het expres gedaan. Want dat is namelijk, als ze dat niet gedaan hadden, dan waren we natuurlijk nooit akkoord gegaan met dat hele central bank digital currency verhaal. Kijk, dat hele great reset draait erom dat wij zijn gewoon failliet. En wat ga je doen? Weet je, je kunt zeggen van oké, dan gaan we heel veel geld creëren waarmee we die schulden gaan afbetalen. Maar dan hebben we dan nog grotere schulden die we in de toekomst. Nou, dat hele spel, dat loopt ergens in, als we hun moeten geloven, 2030 op zijn eind. En wat gaan we daarvoor in de plaats doen? Dat betekent dat moet gereset worden. En wat ze gaan zeggen is van nee, maar onze energieverbruik gaat een onderdeel worden van het onderpand van een nieuw systeem. Nou, dat energie, daarom moet die energie zo duur worden, want anders heb je ook helemaal geen onderpand. Dus dat ik denk dat je, als je die kant op gaat denken, dan is het niet meer dan logisch dat Mark Rutte op een gegeven moment, of hij heeft dat niet zelf gezegd, maar is er gewoon mee akkoord gegaan, dat Nederland gewoon de ene na de andere krankzinnige uitgaven gaat. En hoe het maakt niet, ik bedoel, het gaat Rob Jetten niet op die 0,0036 graden. Het gaat erom dat wij ons handtekening zetten onder een gigantische schuldenberg. Want hoe groter die last op onze schouder is, dus we kunnen er niet meer uit. Het is klaar, de val is dichtgeklapt. Wij zitten gewoon financieel gewoon helemaal in de afgrond. En ja, hoe gaan we dat terug dan? Ja, akkoord gaan met de Great Reset. Dat maar, is maar, maar waar komt dan die misplaatste solidariteit van Nederland met de rest van Europa vandaan? Want wij hadden het best wel goed. We hadden onze eigen soevereine energievoorziening. Die hebben we compleet gesloopt. Kolencentrales dicht gedaan. Groningen dicht gedaan. Die solidariteit die begrijp ik niet. Ik vind het prima om met z'n allen schouders eronder te zetten. Maar waarom zou je jezelf je benen amputeren om de rest te helpen? Nou ja, dat is pas eigenlijk is dat al heel oud, maar het is pas recent zichtbaar geworden. Als je kijkt naar de vanaf corona is het heel zichtbaar geworden. Maar daarvoor, ik bedoel, we hebben in de jaren 90, ik weet niet, maar laat ik zo zeggen, de meeste mensen, ik ben 50. Ik denk dat de meeste mensen van mijn leeftijd hun geld verdiend hebben of de basis daarvoor gelegd hebben in de jaren 90. En iedereen denkt van ja, weet je, misschien ben ik wel een hele goede ondernemer dat me dat gelukt is, weet je. Mm-hmm. Nee, helemaal niet. Het is gewoon geldcreatie geweest. De geldprinter is aangegaan. Dus in de jaren 80 hadden we een crisis. Hoe is die crisis opgelost met geldcreatie? In de jaren 90 en de eerste 10 jaar van 2000 hebben we daar de vruchten van geprofiteerd. Met als gevolg dat we flinke inflatie hadden. En toen kwam corona langs. En en de grote financiële crisis in 2008. En dat was het hele startschot voor oké, dan gaan we die 2030 Great Reset gaan we doen. Want we kunnen die ballen niet meer in de lucht houden. En dat is ook zo, want we zijn failliet. En dat is het startschot geweest voor dat het opeens zichtbaar werd. Maar ja, dan moet er toch ergens een afspraak zijn die wij niet kennen. Dat wij die schulden een beetje gaan in evenwicht gaan brengen in Europa. Waardoor wij nu heel veel geld moeten gaan uitgeven. Zodat we een beetje op hetzelfde niveau komen als Italië en Spanje en Griekenland en zo. Ja, maar dat zijn de eurobonds. Dat hebben ze al. Die zijn er al doorheen. Dat is ook zo'n corona mismaakt kind geweest. Dat we van de coronacrisis hebben overgehouden, die eurobonds. En wat we nu aan nationale schuld hebben, gaat natuurlijk een fractie zijn van wat er zo meteen, wat Europa straks op de balans heeft staan. En ja, dan wil je weg uit Europa. Nou, het fijn. Hier is de rekening, weet je. Wat ze bij Groot-Brittannië ook geprobeerd hebben. En wat gewoon niet gelukt is. Die heeft gewoon gezegd van doei, we gaan niet 100 miljard betalen. Een vertrekboete. Ja, was een vertrekboete. Maar nu, waar we nu aan zitten, we hebben gewoon getekend voor dat we aansprakelijk zijn voor de schuld die Europa op de balans heeft. Voor een bepaald gedeelte. En met name Duitsland en Nederland zijn er heel ver in gegaan. Ja. We hebben het volgens mij ook bedacht, maar ik weet het niet 100%. Maar het is daar word je niet blij van. Dus dat... Nee, maar gelukkig heb ik dankzij jou nu een hedge.
Precies. Daar is Bitcoin voor bedacht. Ja, 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 het antwoord van de Oostenrijkse economen inderdaad op dit neoclassieke probleem dat ze gecreëerd hebben. Nou, Wiebren, ik vond het fantastisch dat je hier was. Ja. We hebben een uur en 20 minuten gesproken. Zo ik vond lang, het, ja, dank je wel voor je tijd. ik vond het fantastisch. Ik wens je heel veel succes bij de verkiezingen over 2 weken. Ja, dank je wel. Nou ja, stem op BVNL. Hè. Dat, weet je in ieder geval dat er een partij is die principieel is en zijn rug wel recht houdt. Want iedereen die bij ons op de lijst staat, die heeft al zoveel klappen gehad. En is zo vaak gevallen en weer opgestaan. Dat, het zijn allemaal ondernemers, allemaal vrijheidsstrijders. En ook veel libertariërs dus. Ja, en niemand is afhankelijk van wat dan ook. Ja. Niet emotioneel afhankelijk, niet intellectueel afhankelijk en ook niet financieel afhankelijk. Dus ja, het is tegen wil en dank, ja. Maar met een rechte rug en we gaan de strijd aan. Super, dankjewel voor je komst. Dankjewel.